Liam, die vroeger begreep je niet dat hij niet de tv continu aan en uit mocht zetten en dat niet hij moet beslissen wanneer er tv gekeken wordt. Liam zou ook 24 uur bij wijze van spreken tv gekeken hebben. Dus wij wouden dat ten eerste beperken, maar wij wouden ook hebben dat we onze televisie konden sparen. Onze vorige televisie is trouwens kapot gemaakt van hem, van continu aan en uit te doen. Want ja, het was, nee Liam, niet aanzetten, hij zet hem weer uit. En wij konden hem niet uitleggen hoe dat die tv uit moest blijven. Ah, en hoe vraag je dat aan mama, dat je televisie gaat kijken? Toen hebben we ook terug samen met de thuisbegeleiding een foto genomen van de televisie die aan de kast hangt. En dan dus een tweede foto, die eigenlijk, we noemen dat matchen. Dus ze moeten eigenlijk matchen, dus de twee foto's. Als de twee foto's naast elkaar hangen, dan mag je televisie kijken. Liam, zet jij de televisie maar aan nu? Ja. Dus bij opstart van thuisbegeleiding was het zo dat Liam absoluut geen inzicht had in de dagdagelijkse structuur. Waardoor dat hij zelf uit zijn eigen eigenlijk probeerde om controle te hebben. En zelf besliste van nu ga ik tv kijken, nu blijf ik aan tafel zitten, nu loop ik weg. Maar dat was niet houdbaar binnen de thuissituatie. En wanneer ouders daar toch een verbod of een gebod wouden opgeven, volgde er een woede uitbarsting. Dus wat hebben we gedaan? We wouden eigenlijk die samenhang binnen de dagstructuur aanbieden via visuele ondersteuning. En we hebben de voornaamste dagactiviteiten daar foto's van genomen. Foto's die Liam wel heel goed begreep, zijn de tv, tafelsituatie, badsituatie of verkleden, omkleden badkamer en het slapen gaan. En nu is het zo dat we Liam aangeleerd hebben om een identieke foto met een identieke foto naar de plaats van activiteiten gaan, bijvoorbeeld tv, en die foto te matchen, ernaast te plakken. Waarom is dat nodig? Om Liam duidelijkheid te geven in activiteit, tijd en plaats. En hij heeft die reminder eigenlijk van die foto onderweg ook nog nodig om te onthouden van wat moet ik nu precies gaan doen. Want hij is nog te jong om te werken met een centraal gelegen algemeen dagschema. Dan zou hij onderweg verliezen wat dat zijn opdracht precies was. Dus het is een stap naar een dagschema? Eigenlijk wel, ja.